Het is een primeur voor de lijn, het is ook een primeur voor België. We zijn eigenlijk heel blij dat we met deze primeur kunnen uitpakken. Het idee van de trambus is ontstaan een tiental jaar geleden tijdens de economische crisis. En we hebben dus geprobeerd om de eigenschappen van een tram te combineren met de flexibiliteit en de inzetbaarheid van een bus. Er is enorm veel vraag naar kwalitatief en goed openbaar vervoer in de Noordrand rond Brussel. De capaciteit van een tram gaan we nodig hebben om die shift van auto naar openbaar vervoer te kunnen maken. Het wordt een ringtrambus op het traject tussen Vilvoorde en de luchthaven van Zaventem. We doen dat omdat daar aan de ene kant het potentieel heel hoog is om heel veel mensen te kunnen vervoeren. Aan de andere kant ook de fileproblematiek is daar zeer, zeer aanwezig. En daar willen wij met deze ringtrambus absoluut mee een deel van de oplossing zijn. Veel lawaai nu en heel stil op de baan straks. Mooi product, mooie afwerking. De trambussen zijn 24 meter lang en desondanks zijn ze zeer wendbaar in het verkeer. De 24 meter bussen zijn wendbaarder dan onze 18 meter bussen. Dus met de dubbele harmonica kan hij eigenlijk veel beter bochten nemen, ronde punten nemen. Het is een plezier om in te rijden. Het is toch echt tramkwaliteit in de vorm van een bus. En voor de mensen in de omgeving waar de bus gaat rijden, is het vooral de stilte. De hybride bussen die heel stil zijn, die stil aan de haltes komen aanrijden en die stil opnieuw vertrekken. De afgesloten stuurcabine creëert voor de chauffeur een rustige werkomgeving waarbij hij zich kan concentreren op het verkeer. De schermen in de stuurpost zorgen voor een bijkomend veiligheidselement en laten de chauffeur toe de in- en uitstappende reizigers te observeren. De Excicity Trambus rijdt ondertussen in 11 landen in 17 verschillende steden. We zijn uiteraard tevreden dat de lijn nu ook beslist heeft om dit soort voertuigen aan te schaffen. Het is een referentie in eigen land nu, zodanig dat we onze klanten ook hier in België kunnen tonen waartoe we in staat zijn. Onze constructeur van hier in Koldingsoogt heeft een tijdje moeten wachten vooraleer hij op zijn thuismarkt deze voertuigen is kunnen beginnen verkopen. Maar ik geloof er absoluut in dat dat een succes wordt.